super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn opgemaakte producten van de laatste 5 maanden laten zien. Ik heb het even nagekeken en het is 5 maanden geleden dat ik voor het laatst deze video heb opgenomen. En dat kun je ook wel zien, want het zakje zit behoorlijk vol met allemaal producten die opgemaakt zijn. Dus ik ga je laten zien welke producten ik heb opgemaakt en ik vertel je gelijk wat ik van deze producten vind. Sommige zul je misschien herkennen uit eerdere video's, omdat het gewoon all-time favorites zijn. Maar ja, er zit wel wat meer in als normaal. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik de afgelopen maanden heb opgebruikt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik heb alles even uitgestald, zodat ik precies weet hoeveel flacons ik van welk product heb opgemaakt. En ik ga ook maar gewoon beginnen met een standaard product dat bij mij er heel erg snel doorheen gaat. En dat is de conditioner van André Lon. Dit is de Oil & Care voor pluizig en droog haar. Hier zit dan arganolie en marula-olie in. En ja, deze gaan er bij mij altijd veelvoudig doorheen, want ik heb hier gewoon letterlijk 3 verpakkingen die er doorheen zijn gegaan. Het valt me op zich nog wel mee voor 5 maanden. Ja, wat dat betreft vind ik het nog best wel netjes. Maar ja, deze vind ik heel erg fijn. Die werkt voor mijn pluizig haar gewoon heel erg goed. Want het wordt iets minder pluizig en het wordt ook heel erg lekker zacht en makkelijk doorkambaar. Dus dat vind ik zelf altijd heel erg fijn aan deze conditioner. Dan heb ik nog een conditioner en ik dacht eigenlijk laatst dat ik dus geen producten meer had van André Lon, maar ik had nog wel een flacon staan van L'Oreal Elvive, de Total Repair, en dat is deze. Die heb ik heel erg lang gebruikt en die vond ik ook heel erg lekker, maar ik kocht hem altijd bij de Action. Op een gegeven moment zag ik hem niet meer bij de Action. Toen ben ik toch weer overgestapt op André Lon. Maar deze die maakte mijn haar ook heel erg lekker zacht. En die ruikt ook heel erg lekker. Deze is ook voor beschadigd haar. Nou is mijn haar wel heel erg aan het herstellen natuurlijk. Omdat ik het al een aantal maanden niet meer verf. Dus ik denk dat de meeste beschadigingen er wel uit zullen zijn. Maar hij herstelt, versterkt en revitaliseert. En hier zit calendula in. En ook ceramide. Dus ja, heel erg fijne conditioner. Wie weet als ik hem toch nog weer eens tegenkom, dat ik hem nog wel weer zou willen proberen. Want ik merkte ook wel dat deze ook heel goed werkt. Dus ja, eigenlijk prima. Hetzelfde geldt voor de shampoo. Die heb ik daar dan ook van. Uit precies dezelfde lijn. En ja, die vind ik ook heel erg lekker. Dat is echt een hele lekkere shampoo. En dat in combinatie met de conditioner is gewoon heel erg lekker verzorgd. Dus ja, deze vind ik ook heel erg fijn. Maar net wat ik zeg, ik koop ze eigenlijk altijd bij de Action, deze. En die kwam ik al een tijdje niet meer tegen. En de André Lon, die hebben ze eigenlijk gewoon standaard in elke drogisterij. Dus ja, daarom ben ik toen overgestapt. Dan heb ik 2 flessen met mondwater. Het is de Dentalux mondwater. Deze komt van Lidl. Ik heb 2 keer de Extra Mint Freshness. Die vind ik zelf het lekkerst, want die is echt heel erg lekker fris. Deze kun je gewoon elke dag gebruiken. En ja, ik vind het zelf gewoon heel erg lekker na tandenpoetsen om zo'n mondwater te gebruiken. Dus nou ja, 2 flessen in 5 maanden valt dan nog wel mee, denk ik eigenlijk. Doe ik er toch best wel lang mee. Deze is trouwens van de Lidl. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar daar koop ik deze altijd. Nou, dan heb ik ook weer 3 flacons van de André Lon shampoo. Alleen ik heb 2 keer de Oil & Curl. Deze is voor intensieve voeding en pluisvrij haar. Maar ja, omdat ik eigenlijk niet echt krullen heb, die heb ik dan toen eens een keertje verkeerd gekocht. Of ze hadden degene niet die ik altijd heb. En ik had toch shampoo nodig, toen heb ik deze gedaan. Maar ik heb wel slag, maar het is niet een volle bos krullen natuurlijk. Maar die zijn wel heel erg lekker en hier zit Borito-olie in. Maar ik heb ook gewoon degene die ik altijd gebruik. En dat is de Oil & Care, die dus bij de conditioner past. En die is voor pluizig en droog haar. En hier zit dan ook de arganolie en de marula-olie in. Dus ja, deze in combinatie ook met de conditioner is gewoon top. Dus ja, heel erg fijn. Dan heb ik hier 3 flessen met letterlijk scheerschuim. Dit is het scheerschuim van Shen, ook van de Lidl dus.
voor sensitive skin. En er zit aloe vera in. Ik vind gel fijner als schuim. Want gel, dat, ja, het brengt gewoon wat makkelijker, wat fijner aan. Het is denk ik een hele persoonlijke keuze voor iedereen. Maar ik vind gel gewoon fijner als schuim. Dus die heb ik altijd. 3 flacons. Dat is misschien best wel veel. Want er zit 200 ml in. Maar ik ben misschien daar een beetje groot gebruiker in. Weet ik niet. Maar nou ja, goed. Die is in ieder geval ook weer veelvoudig doorheen gegaan. Dan heb ik 2 keer de reinigingsgel als het goed is. Ja. Alleen dit is nog de oude verpakking van het kruidvat. Dit is voor de normale en de gemengde huid. En ik gebruik dit altijd onder de douche. Hier zit cactusbloem extract en aloe vera in. Ik vind het altijd lekker als ik ga douchen. Dan smeer ik dit lekker op mijn gezicht. Laat ik even intrekken. Dan was ik het eraf. Vind ik ook altijd lekker nadat ik mijn make-up heb verwijderd. Dus dit is dan de oude variant. Ik heb dan nu ook de nieuwe variant. Deze is letterlijk wel ietsjes anders. Want hier zit amandelextract in. Deze is wel voor de droge en gevoelige huid. Volgens mij hebben ze ook alleen nog maar deze en niet meer deze. Maar op zich is de werking gewoon precies hetzelfde. En vind ik het gewoon een heel fijn product. Dus het maakt me op zich niet heel veel uit. Maar ik zie wel verschil qua de extracten van producten die erin zitten. En deze is dan echt voor de droge en gevoelige huid. Voor de normale en de gemengde huid. Maar ik heb ze ook niet in andere varianten gezien. Maar misschien dat dat bij andere kruidvatfilialen die een wat groter assortiment hebben wel het geval is. Dan heb ik een body lotion opgemaakt. En deze is van Dove. Deze heb ik ook gewoon eens bij de Action gekocht. Want ik koop dit soort producten altijd bij de Action. Deze is voor alle huidtypen. Dit is een hele lichte lotion met rijstmelk voor een zijzachte en stralende huid. Het is een glowing body lotion. Hier zit lotusbloemextract en rijstmelk dan in. Deze kwam uit de Nourishing Secrets lijn. En nou, echt een glowing effect zag ik niet. Maar ik vond het wel een hele lekkere lotion. Hij rook heel erg lekker. En smeerde gewoon heel goed uit. Dolf is wat dat betreft qua body lotion wel echt mijn favoriet. Want ik kan niet tegen alle body lotions. Want dan krijg ik heel snel jeuk. Maar die van Dolf die gaan eigenlijk heel erg goed. Ik heb deze later nog weer eens geprobeerd om weer opnieuw te kopen. Maar ik heb hem nooit meer gevonden helaas. Maar ik vond hem wel echt super fijn. En dit was ook een grote verpakking van 400 ml. Dat is ook een heel verschil bij de Action. Want ze hebben of vaak grote en dan weer kleintjes. Dus nou ja, in het vervolg moet ik gewoon meerdere flacons in één keer inslaan. Dus ik ben nu weer bezig met een kleintje. Maar hij is wel heel erg lekker. Nog een product van Dove en dat is de Refreshing Wash. Gewoon, hoe heet dat nou? Stom dat ik er nou niet op kom, hè. Douche gel, dat bedoel ik. Deze is met groene thee en komkommer en die vind ik heel erg fijn. Die gebruik ik al jaren. Heel erg fijn, lekker product die gewoon heel erg lekker ruikt. En ja, ik ben gewoon dol op dol. Dus die is ook al wel meerdere keren teruggekomen. Maar deze vind ik gewoon heel erg lekker. Dus die koop ik ook elke keer weer opnieuw. En die is ook gelukkig nog steeds te koop. Dus dat is heel erg fijn. Dan heb ik 2 keer een oogcreme. En ik gebruik nu sinds een tijdje in mijn beauty ritueel ook standaard oogcreme. 'S ochtends en 's avonds. Ik heb hier allereerst nog een wat oudere verpakking. En deze is met Q10 en vitamine C. Deze is voor een vermoeide huid. Verminder tekenen van vermoeidheid en eerste rimpels. Nou, het is gewoon een hele fijne oogcreme die je gewoon heel basic onder je ogen kunt uitsmeren. En ja, het is gewoon net wat een ander crempje als dat je gewoon alleen je dag- of nachtcreme gebruikt, omdat de huid onder de ogen natuurlijk wat zachter is en ook wat breekbaarder is. Het gewoon heel fijn om dit te gebruiken. Maar deze is er inmiddels uit en er is een nieuwe voor in de plaats gekomen en dat is deze, een gele verpakking. Hij is ook in prijs wat gestegen, heb ik gemerkt. Deze is dan echt voor anti-rimpel. Er zit wel vitamine C in en deze is voor 25+.
Maar ik moet zeggen dat ze best wel moeilijk te koop zijn. Want bij mijn kruidvatfiliaal hadden ze ze al een tijdje niet. Dus ik hoop wel dat ze weer terugkomen. Want ik ben nu alweer met mijn laatste tubetje bezig. Dus ja, heb ik dan echt wel weer even nodig. Maar die is in ieder geval ook wel heel erg fijn. Ik heb er nu zelfs eentje die is voor. Daar ben ik eigenlijk nog veel te jong voor. Maar ze hadden geen andere. En ik weet niet of het echt heel veel uitmaakt of het qua ingrediënten anders is of zo hoor. Maar goed, er staat een leeftijd op en dat staat bij deze er dan niet op. Dus dat is het grote verschil. Ook een all-time favorite van mij, dat is de Color Protect Keratin Hair Mask. Die koop ik altijd bij de Action. Hele fijn, heel fijn haarmasker. Ik gebruik dit 1 keer per week. En ja, het is gewoon een heel fijn masker die ook heel erg lekker ruikt. Het is ook een best wel grote pot van 300 ml. En die vind ik heel erg fijn. Hier doe ik dus gewoon letterlijk wel 5 maanden mee dan. Deze is nog wel voor gekleurd haar met Color Protect. Ja, volgens mij heb ik het in mijn laatste video ook al gezegd. Toen ik Sophia opnam. Ja, ik verf mijn haar niet meer, dus ik zou op zich ook over kunnen op een gewone. Maar omdat er nu nog wel kleur in zit van mijn eigen haarkleur, dat ik hem naar mijn eigen haarkleur heb geverfd, denk ik dat ik hem voorlopig nog even gebruik zolang die er is, want ik vind hem gewoon wel heel erg fijn. Dan heb ik hier een Soft & Skin Hard on Dirt wasgel met lavendel. Ik moet zeggen dat ik deze niet zo heel erg fijn vond. Ik heb eigenlijk altijd de Natural. En ik gebruik het altijd om mezelf te wassen nadat ik ben wakker geworden. Want ik ga niet elke ochtend ook nog eens douchen, want ik doe het 's avonds al. Dat is heel sporadisch dat ik dat doe. Dus dan was ik mezelf met Dettol. En ja, dat helpt mij dan om de dag goed door te komen zonder al te veel te zweten, tenzij het echt het weer is natuurlijk. Maar ik vind de normale variant vind ik lekkerder. Dat zijn die witte flessen. Want ik vond de lavendelgeur ben ik gewoon niet zo heel erg fan van. Ik weet het niet. Het is gewoon niet helemaal mijn ding. Maar ze hadden toen geen andere. Dus ik dacht, nou prima. Maar ik heb gewoon liever de normale. En die heb ik nu gelukkig ook weer. Dus ja, die vind ik toch wel lekkerder dan deze. Nog eentje die we eigenlijk altijd voorbij zien komen. Dat is de Maximum Protect van Rexona. Deze, mijn favoriete deodorant. Dit is de Sport Strength, de 3 keer stronger antitransparant deodorant. En dit is eigenlijk meer een soort deo cream. Die smeer je onder je armen. En 1 nadeel van deze deodorant is dat je als je zwarte kleding draagt wel witte vlekken erop krijgt. Dat vind ik wel 1 nadeel. Ga er gewoon uit met de was. Maar als je de deur uit moet, is het niet heel prettig om met van die witte vlekken van je deodorant op je kleding te lopen. Maar ja, die gebruik ik altijd en die werkt voor mij eigenlijk heel erg goed. Ik heb 3 varianten. Dit is de Stretch Control. Dat is de enige die dan een beetje anders is. Maar volgens mij is dit nog een oude verpakking, want ze zijn inmiddels veranderd naar deze. Deze stond gewoon nog boven op mij te wachten, dus die heb ik toen eerst opgemaakt. Maar hele fijne deodorants als je last heb van wat sneller zweten. Ze zijn wel best wel prijzig, moet ik erbij zeggen. Maar andere deodorants die houden mij gewoon niet een dag fris. En deze dus wel. Nou, dan hebben we hier een leeg potje met wattenstaafjes. Ja, hoef je niet heel veel informatie over te hebben. Wattenstaafjes zijn gewoon heel veelzijdig. Om de oren schoon te maken, maar ook de randjes van mijn nagels gebruik ik ze voor. Ik gebruik die dingen voor van alles. Dit waren trouwens nog wel de staafjes waar een plastic stokje aan zat. En die vond ik wel fijner. Nu zijn die stokjes veranderd naar karton. Vind ik minder fijn, want ze buigen heel makkelijk door. En dat had je met dat plastic niet. Ja, ik denk dat sommige dingen gewoon niet werkt om plastic te vervangen. Dat vind ik bij wattenstaafjes gewoon een drama. En rietjes. Rietjes vind ik ook zo vies. Papieren rietjes. Ach, vind ik echt niet lekker. Maar goed, ja, ik moet het inmiddels doen met de kartonnen staafjes. Maar ik heb altijd deze, want deze vind ik heel fijn. Want die kun je gewoon zo terug afsluiten. Dan blijft het gewoon lekker hygiënisch, zeg maar. Dus die vind ik heel fijn. Zijn gewoon van het kruidvatmerk.
Dan heb ik een geurtje opgemaakt. En dit is wel heel erg leuk. Want ik gebruik dit geurtje al geloof ik sinds ik een jaartje of 16 ben. Misschien iets ouder. En dit is de Zoe Eternal. Dit is een eau de toilette van 30 ml. Dit is het flesje. En ik gebruik deze al zulke jaren. En ik heb dus nu weer een flesje opgemaakt. Ik weet eigenlijk niet of die nog te koop is. Ik had gelukkig nog wat backups liggen. Dus ik heb wel weer een nieuwe neergezet. Ik heb hem nu ook nog op. Ik vind hem nog steeds lekkerder al die jaren. Het is niet een heel overheersend geurtje. Hij is gewoon lekker. En ik denk juist toen ik er mee begon toen ik wat jonger was, was het ook prima. Het was niet een hele zware geur. Maar gewoon op de dagen dat je eigenlijk gewoon wel iets een lekker geurtje wil hebben, maar niet extreem lang hoeft, parfum hoeft te ruiken, vind ik deze gewoon heel erg fijn. Dus wel leuke herinneringen aan dat ik die al zulke jaren gebruik. Want dit is echt een van mijn allereerste geurtjes die ik zelf heb gekocht en ook heb opgebruikt. Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Heel erg leuk. En volgens mij waren ze toen rond de tijd, betaal je ook maar 6,95 voor zo'n geurtje. Dus ja, weet je, dat was in die tijd is dat gewoon een hele leuke prijs als je nog jong bent. Dus ja, die heb ik wel leuke herinneringen aan. Dan zijn er twee concealers opgegaan. En dat zijn de Stay All Day 16 Hours. Dat zijn deze concealers. Ik heb hier, deze zijn in de kleur. Kijken of ik dat nog kan lezen hoor. Ik heb twee verschillende kleuren. Ik heb hier de 10 Natural Beige. Dat is mijn favoriet. Die vind ik het fijnste. En dit is de 20 Soft Beige. Die is eigenlijk iets te donker. Je zou denken hij is nog helemaal niet op. Maar er komt echt geen product meer uit. Hij is echt helemaal leeg. Ook al zitten langs de randjes nog wat. Je krijgt het er niet meer uit. Deze koop ik altijd wel opnieuw. Het is een waterproof variant. Maar die vind ik gewoon heel fijn in mijn dagelijkse make-up routine om te gebruiken. Dus dit vind ik hele fijne concealers. En ik hoop ook dat ze deze houden. Want bij Essence is het qua kleuren niet altijd even handig. Want de foundation die ze hiervan hebben, de lichtste kleur is te donker voor mij. De concealer is dan wel weer goed. Dus dat is wel altijd een beetje bijzonder. Maar dat is er ook eentje die echt al jaren een blijvertje is. Dan is er ook een foundation opgegaan. En dat is de Catrice All Matte Plush Shine Control Make-up Concealer in de kleur 10 Light Beige. Nou, ik vertelde dus net al over die concealer foundation van Essence. Die ik echt al heel lang heb gebruikt. Maar hij werd gewoon veel te donker. En deze kleur is precies goed voor mijn huidskleur. Ik heb hem nu ook op en ik vind hem echt heel erg mooi. Heel erg handig, want hij heeft ook gewoon zo'n pompje. En je kunt zien dat ik deze goed heb opgebruikt. Want hij is echt heel erg goed leeg. Het is een glazen flesje. De foundations van Catrice vind ik qua kleuren iets beter bij mijn huid passen als die van Essence. Dus die heb ik inmiddels ook alweer lekker in mijn stash toegevoegd. Want die gebruik ik ook dagelijks en die vind ik heel erg fijn. Dan ben ik gelijk toe aan het laatste product en dat is een oogpotloodje. Het is een oogpotloodje van Catrice, een Inside Eye Kool Kajal. En dit is gewoon zo'n potloodje die je dus omhoog kon draaien. Dit zijn mijn favoriete oogpotloodjes die je omhoog kunt draaien. Want die vind ik qua pigment een stuk beter en doen eigenlijk ook niet echt pijn met opbrengen. Ik heb normaal eigenlijk dit soort potloodjes van Essence. Maar ik denk dat die toen niet op was, dat ik toen hem van Catrice heb gekocht. Dit is trouwens de 010 Black is the New Black. Maar ook een heel fijn oogpotloodje. Net zo fijn als die van Essence. Dus ik hou van dit soort potloodjes en hij is nu helaas op, maar ik heb alweer een nieuwe liggen. Volgens mij is die wel gewoon van Essence, dus die kan ik dan nu gewoon weer gaan gebruiken. Dan waren dit alle producten die ik de afgelopen 5 maanden heb opgebruikt. Nu ik het eigenlijk zo allemaal uitgestald zie liggen, vind ik het nog wel meevallen. Ja, die scheergel, dat vind ik toch wel een dingetje. Dat vind ik toch wel heel erg veel. Maar over het algemeen valt het me wel mee wat er doorheen is gegaan in 5 maanden tijd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook heel erg vastzitten aan je eigen merken. Of dat je het juist leuk vindt om steeds nieuwe producten uit te testen. Ik merk bij mezelf gewoon dat als ik een product fijn vind, ik daar een beetje in blijf hangen. Omdat ik dan weet, oh het werkt goed voor mijn huid. Ik krijg er bijvoorbeeld geen reacties van. En het is gewoon een fijn product. Dan blijf ik het sneller gebruiken. Maar ja, misschien vind je het ook wel leuk om heel erg veel te variëren. Ja, soms moet je iets anders proberen. Hè. Als er een product niet meer verkrijgbaar is, dan moet je soms een ander product uitkiezen. Maar goed, dan is het gewoon weer even zoeken van wat zou een beetje gelijk zijn en wat past bij je huid. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken.
Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat die rode button, daarnaast staat ook een belletje. En als je daarop klikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!